is vrij rustig, hè? Ja, zeg je dat wel. Ik denk dat er wat de helft van wat een normale opkomst is, die zit hier rond de 70% oors. Dus, nou zitten we op een 13%. Dat hier drieën. Dat is nummer 12. Ik ga natuurlijk liever naar Leeuwarden toe, maar hij bewijst een verlenging als dat ik helemaal naar het zij Harlingen of Vlaardingen moet. Nou, zo. Goeiedag. Hey. Had je er ook twijfel om te gaan of net? Nee, geen twijfel. Echt net. Maar ik vraag je waarop je stemt, hè? Ik kom van Noordwest. En waarom? Ik ben toch meer voor de plattelandsgemeente en het stedelijke gebeuren. Dat wordt al eens een grut. Leeft het je bot? Ja, van mij wel. Maar ik jaar ik mensen van die hebben nooit ergens van jaard. En zeggen, hoe kan dat nou? Het zit in de luide krant, in de Stien Stromroper, het is op de radio. Van, en we weten nog nergens van. Hoe dat kan, weet ik net. Je moet toch een beetje meedoen als je in de gemeente werkt, of niet? He? Ik kan net iedereen dat mag gebeuren, dat mag gebeuren. Maar ja, wat door je heen komt, dat kan je altijd net keren. Alsjeblieft. Dag hoor. Ho. Oh ja. Nou, dat ken ik. Hebben we een soort blanco stemmers hoor? Die hebben wij net horen en ik schrok hier ook een beetje van. Ja, dat doet wel een beetje zeer natuurlijk, maar ja, dat is die machine keuze ook. Hij is in elk geval, had hij de moeite namen om naar het stemlokaal te komen. Maar ik heb voor jou gestemd. Ja. En waarom? Nou, we waren tegen jou en ik vind, ja, ik ken er wel zeer van net, maar... wie wint vroeger, ik ben oud. Ik denk, ik stem oud. Vrouw is er even af.